Rietjes, plastic bekers, wattenstaafjes, wegwerpbestek en chipszakjes. Plastic voor eenmalig gebruik wordt in Europa aan banden gelegd. De plastic soep in de oceanen moet in 2030 gehalveerd zijn. Want hoe lang blijft plastic rondzwerven voordat het volledig is afgebroken? Het duurt zo'n 20 jaar voordat een plastic tasje is afgebroken. Bij een plastic wikkeltje van bijvoorbeeld snoepgoed duurt het al 30 jaar. Een simpel plastic bekertje duurt 50 jaar om af te breken. En bij een plastic flesje duurt het maar liefst 450 jaar voordat het volledig is afgebroken. Had je ook nog het rietje weggegooid wat bij het flesje hoort? Dat kan 200 jaar duren voordat het afbreekt. Wegwerpbestek heeft net zoals een flesje 450 jaar nodig om af te breken. En plastic deksels kunnen maar liefst 1000 jaar rondzwerven.